Ja, het is opmerkelijk rustig. Nou ja, dus je wil weer over het boek beginnen, of niet? Ik wil het boek beginnen, ja, eigenlijk. Ik zou het ook heel leuk vinden. Heb je het eigenlijk gelezen? Nee, toch, absoluut niet. Ik lees nooit boeken. Waarom, ik wil graag laten verrassen. Hier, als ja, het niet daarom denk ik dat je over onderwerpen praat, omdat hij het boek niet heeft gelezen. Nee, maar het je hebt Jeroen Stans inmiddels aan tafel, man. Dat is de politiek verslaggever. Daarvoor praat hij ook niet over het boek. Nee, maar jij bent toch voor de politiek hier? Of doe je iets anders inmiddels? Het is toch heel bijzonder dat de rising star in Nederlandse politiek even tussendoor ook nog een novel schrijft. Dat is heel bijzonder. Moet toch even bij stilstaan? Maar dat hebben we toch gedaan? Wat wil je nog meer over het boek vertellen dan? Te kort naar mijn smaak. Wat zou je nog graag over het boek willen weten dan? Nou, we zijn de drijfveer om het te maken. En hoe vond je eigenlijk de tijd om het te schrijven? Tussen alle drukke dossiers moet je lezen natuurlijk, debatten doen. Ik heb het voornamelijk geschreven in de recesperiodes. Dus deze zomer heb ik er heel, heel lang aan gewerkt. En ook in de herfstvakantie en de kerstvakantie. En het lukt mij niet om aan mijn roman te werken als ik ook kamerwerk doe. Nee, is het zo druk geworden, je leven? Ja, en het is ook een soort mindset. Al heb ik een keer een paar uur de tijd. Ik kan niet zomaar een knop omzetten. Ook en niet meer achter die piano zitten, dat lukt ook niet meer. Heel weinig, ja? Heel weinig. Is het dan mee of tegengevallen? De eerste tijd die je nu in de politiek doorbrengt. Zullen we het over het boek hebben? Nou, dat gaan we zo weer doen. We hebben zo nog een blok. Dus... Oké, okay. Nou, we kunnen ook eerst met het boek beginnen. Dan daarna nog eens een beetje kunnen doen. Maar is het mee of tegengevallen? Het schrijven van het boek is me tegengevallen. Het was veel werk. Maar ik ben wel heel blij met het resultaat. Ja, en de politiek? Ja, de politiek is zwaar. Maar ik ben hier eigenlijk om over het boek te praten. Niet over de politiek. Ja, maar je blijft ook ondertussen politiek leiden natuurlijk. Ik dacht ook dat het over het boek ging. Ja. Ja, maar ja, dat kan niet natuurlijk als je een politiek verslaggever op tafel zet. Oké, okay, nou dan ga ik weer weg. Want ik ben over het boek. Ik wilde komen over het boek te spreken. En ik wil niet komen over de politiek te spreken. Maar, nu, als we niet over het boek gaan praten, ga ik nu weg. We gaan straks zo zeker over het boek praten. Maar waarom wil je niet over politiek praten dan? Dan ga ik nu weg. Want ik heb geen zin om nu dit spelletje te spelen. Dus je mag nu of een paar vragen stellen over het boek. Of ik ga dan door. Nee, je neemt het wel heel serieus dit. Okay. Als je niet de behoefte voelt om te blijven, moet je gaan. Goed, tot ziens. Ja. Wil je een stukje voorlezen? Je mag wel een stukje voorlezen, hoor, als je een stukje wil voorlezen. Hij wil nog één kans. Wil je over het boek praten of niet? Ik wil best nog over het boek praten. Goed, maar ik wil ook graag over politiek praten zometeen nog, als het kan. Ik ben hier uitgenodigd om over het boek te spreken. En ik heb geen zin om stiekem dan eigenlijk een politiek interview te gaan geven. Dus zeg het maar. Nou, dan kijken we eerst nog even een stukje uit het boek en dan kijken we wat je daarna gaat doen, oké? Okay? Goed, wat wil je weten over het boek? Nee, we hebben eerst een reclame nu. Ik ga er tot zo. Jullie zijn een totaal losgeslagen gezin, zijn jullie. Oh nee joh, we zijn echt... Nee, dat is absoluut. Heel mooi. Wie ben jij in dat gezin? Want je bent toch wel een beetje de vader van het queere gezin. Kijk, en als je het dan een beetje kan laten bezinken... dan ga je naar je eigen rol kijken. En dan denk je, wat had ik anders kunnen doen? Of had ik het kunnen aanpakken? En dan ben ik nu volop mee bezig. Wat had je anders kunnen doen? Maar dat zit ik me nu nog steeds af te vragen. Nog steeds? Ja. Na zo'n week? Ja, ik zit heel te denken, wat had ik precies anders kunnen doen? Ik denk, hebben jullie het niet gewoon enorm onderschat? Dus ik had een beetje het gevoel alsof jullie weer de nieuwe rel ingingen. Hmm. En toen merkte van, toen het momentje trok Toto zich terug en met zulke grote sponsoren, dat jullie toen zijn geschrokken van holy fuck, nu loopt het echt uit de hand. Voor het eerst echt uit de hand. Nee, maar dat was toch bij Aquasi nog veel erger. Bij Aquasi was het op een gegeven moment Nederland zelf ging ons cancelen. De sponsoren trokken schalmen terug. Mm-hmm. De reclamebokken werden niet meer gevuld. Mm-hmm. Ik had de indruk dat het daar misschien nog wel groter was. Had je dat idee? Ik heb het idee dat dit groter is. Want nu zijn jullie ook echt gestopt. Ja, maar dat waren we toen ook, had ik de indruk. Toen werden we ook onmiddellijk gestopt. Dus. Ja. Maar wat heb je dan van die rel geleerd, van wat je in deze rel beter had kunnen doen dan? Nou ja, dat is het hem juist. Ik denk dat ik in deze situatie wat rustiger en ingetogen ben geweest en niet heb geprobeerd om alles op te lossen. Ja. Ja, ik weet niet, ik vind het zo moeilijk, want ik mag jou heel erg, dat weet jij. En ik vind het zo. Het lijkt wel alsof jullie altijd een beetje soort die verantwoordelijkheid ontlopen van de dingen die jullie zeggen en die dingen die jullie doen. En ik vind dat jullie gaan dan zo in dat slachtofferschap zitten. Weet je wat ik een beetje mee vergeleken? Daar moest ik er van de week aan denken. Ik zag weer een foto van Real Madrid toen ze de Champions League won. En toen zag ik Pepe weer langskomen. Ja. En Pepe, dat is dan zo'n verdediger die dan keihard uitdeelt en echt snoeihard is. Mm-hmm. En maar zodra hij dan zelf een tikje krijgt, dan gaat hij zo liggen janken. Dat kreeg ik ook een beetje bij jullie, vind je niet? Ja, ik heb in deze situatie, kijk, Johan besloten om te stoppen. Mm-hmm. En ik vond dat wij solidair moesten zijn. Maar dat verhaal vond ik ook zo vaag, want dat snap ik nog steeds niet. Ik heb zoveel vragen voor je, ik vind het ook zo leuk om te zien. Hij zei eigenlijk, hij kwam met dat verhaal om een soort punt te maken van... Want het verhaal was ook niet waar, dus blijkbaar. Het is deels verzonnen, dat gaf hij de volgende dag toe. Ja. En toen bleek het dus helemaal niet waar te zijn. Maar zijn punt was dan om te laten zien van, ja, als je het over Johnny de Mol hebt, dan ben je heel hypocriet. Dus dat begreep ik helemaal niet aan. Zijn punt was volgens mij, om duidelijk te maken, dat zei hij, heeft een paar keer in uitzending ook proberen uit te leggen, dat niemand is vrij van zonde. Iedereen doet wel eens domme dingen. Ja, en dan kom je met een verhaal wat niet waar is. Wat nogal overdreven was, inderdaad. Een veruit zijn verband. Ja, dat van de Gijp dat het gewoon helemaal niet waar was. Dat hij dat verhaal in heel veel verschillende
om teksten was tegengekomen. Ja, maar het idee was volgens mij om aan te geven dat mensen wel eens domme dingen doen. Dat was de achterliggende gedachte. Met zo'n verhaal. En dan heeft dat zo'n ding. Want wat ik niet begrijp, hè, het is toch ook een beetje soort. Soms moet je toch ook een beetje rolling with the punches. Er is toch iets geks gebeurd? Want ik ben volgens mij de host van dit programma. En jij bent de co-host. Ja, maar jij denkt. Nee, het zal aan mij liggen hoor. Maar ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen nu heel erg aan het luisteren zijn naar alles wat jij hebt te zeggen. Dus dat is ook wel leuk. Maar ik heb tot nu toe niet veel kunnen zeggen. Want ik bedoel, los van het feit dat ik ook het idee heb dat je er op dit moment niet zoveel over kan zeggen. En daar ben ik echt van overtuigd. Natuurlijk heb je gelijk dat op een gegeven moment wel een verhaal moet komen naar buiten. Mm-hmm. Maar bij de vorige rel vielen ze, met name Johan en René, over elkaar heen om een heleboel dingen te vertellen in de media. Ja, maar de vorige rel was toch de vorige rel. Nu hebben we het toch over deze. En we hebben ervan geleerd dat we misschien nu wat ingetogener moeten zijn. Dat is misschien wel de belangrijkste les. Dat is het. Ja, nou, hier bij deze. Ja, we hebben de conclusie getrokken. Ik snap wel dat je er eigenlijk niet over wil praten. Lekker man, conclusie dat het zo snel kan. Nee, maar dat kan niet, Wilfred. Wat heb jij geleerd van jouw fout vorig jaar? Nee. Kijk, het werkt niet. Dat moet je mij niet uitnodigen natuurlijk. Zo werkt het wel. Want ik bedoel, uiteindelijk ga ik niks meer zeggen. Want ik heb je aangegeven dat ik denk dat je nu vanuit rust beter dingen kunt bedenken. Maar we zijn toch ook rustig? Ja, nee, je bent toch in goede handen? We kennen elkaar toch? Daar kunnen we toch ook een beetje over spreken? Ja, nee, maar ik heb toch nu gezegd hoe ik erover denk. En dat vanuit rust volgens mij situaties beter. Ik vind dat vanuit jezelf, maar ik vind inmiddels, en dat weet je ook, en daar zijn jullie ook heel trots op. Dat is een mening. Maar daar zijn jullie heel trots op. Je hebt een hele grote achterban en die weet je altijd heel goed te mobiliseren. Een hele sterke, grote achterban. Ja. Daar is een deel ook wel een pittige achterban van, om het zo te zeggen. Ja. Maar dan kun je toch niet zoveel olie op het vuur gooien en zo'n hijsa maken in Nederland. En dan zeggen, ja, nu trekken we ons eventjes terug en nu wil ik even heel veel praten. Dat is gebleken nu. Ja, maar erg sterk is het niet. Maar dat zei ik net als op net Peppe. Het is uitdelen en dan zelf krijgen en dan Martijn, op de grond liggen. Je hebt alle reden om dat te vinden als jij dat vindt. Dat is jouw mening. Ja, dat is jouw gevoel erbij. Maar ik zeg voor mezelf dat ik het verstandiger vind om even daar niet veel over te zeggen. En dan spreek ik voor mezelf. En ik heb dat, maar dan mag ik ook zeggen dat het enorme love is, toch? Dat mag je absoluut vinden. Oké. Ja. Want ik vind ook dat jij degene bent die toch de meeste verantwoording moet dragen daarvoor. Niet alleen voor het programma, maar ook voor zo'n grote achterban. Dat snap ik niet helemaal. Nou ja, omdat ik soms vind dat jullie zo ver gaan, dat ik daar zelf als persoon een beetje last van heb. Dus zelf als cabaretier. Dus jullie gaan zo ver in of satire of grappen, dat jullie bijna een soort de grens daarmee stellen. En als je dan daar iets van zegt, kijk, ik vind niet dat het vrije woord, waar jullie soms dan achter schuilen, het vrije woord is niet dat Johan Derksen elke domme uitspraak mag doen die hij wil. Volgens mij is het vrije woord ook een beetje dat ik daarvan mag zeggen dat ik Johan Derksen dan een hele vervelende oude teringleier soms vind. Martijn, en dat moet ik zeggen zonder dat ik daarmee dan bedreigd word. Dat is toch ook zo? Maar Martijn, daar heb je alle recht toe en alle reden toe als je dat zelf vindt. Ja, maar als je daarop wijst dat je zo'n grote achterban hebt, dan heb je daar toch een verantwoording voor. En dan kun je toch niet zeggen, nou, nu ga ik er even niks over zeggen. Dan roert die achterban zich, toch? Dus je merkt toch dat heel veel mensen onrustig en boos zijn. Maar je kan het ook omdraaien. Als je nu weer van allerlei dingen erover gaat roepen, dan... Ja, maar dat moet toch ook op een gegeven moment? Ja, maar er zijn toch heel veel mensen... Ja, maar dit is niet, kijk, dit is niet jullie eerste rel, jullie leven hiervan. Dat is toch ook jullie ding? Bij Martijn, dat ik van de vorige rel heb geleerd dat het niet zoveel zin heeft om onmiddellijk erop te reageren. Dat is echt te makkelijk. Dat ben ik serieus. Maar dan zeg ik het ook recht in je gezicht. Dat is ontzettend lang. Okay. En zeker, je kunt dit gewoon met mij bespreken. Ja, dat doen we toch bij deze ook? Nou, niet helemaal. Want je geeft alleen maar aan dat je er niet zoveel over wil zeggen. Nee, nou ja, daar sta ik dan heel anders in. Ja. Ja. Ja, Peppe, onthoud die naam. Ja, het is wel grappig. Vorige week hebben Matarazzi. Ze zijn allemaal even op oorlog van. Ja, maar omdat je kijk, in jullie programma doen altijd heel stoer. Ja, en zijn jullie sterk even van, hé, kom dan met trouwens ons praten. En dan zijn jullie hele wat hier ook een beetje scheef gaat, vind ik trouwens, in deze situatie, is dat ik zit hier nu als presentator van de Friday Move. En niet als presentator van de VI. Nee, dat ben ik serieus. Nee, maar die twee dingen heb ik altijd gescheiden van elkaar. Ja, ik en niet. Nou, zo werkt het leven niet. Ik heb die dingen altijd van elkaar gescheiden. Ik vind dat die dingen, dat ben ik echt. Nee, dat is echt precies hetzelfde. Nee, dat vind ik niet. Ja, nee, dat ben ik niet met je eens. Want als ik op de radio zat, deed ik ook een ander soort programma dan ik op tv deed. Ja, maar jij vindt dus niet dat jij nu een enorme verantwoordelijkheid hebt voor een hele grote groep mensen in Nederland. Als jij denkt dat we die verantwoordelijkheid hebben, dan kunnen we er gewoon over praten. Ik bedoel, maar dan kunnen we toch beter eerst onderling even doen en dan pas verder kijken wat je ermee doet. Ja, maar dat vind ik dus niet. Dat is toch leuk om het nu daarover te hebben? Nee, vind ik niet. Ja, ik vind het leuk om erover te hebben met jou, maar ik vind het niet nodig om op de radio erover te praten. Natuurlijk wel. Ja, goed, ik denk het is jullie werk en jullie leven. En dat programma is gestopt. Het heeft enorme consequenties gehad. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Maar ik merk ook dat het bij jou iets persoonlijks is. Want jij zegt dat jij daar last van hebt dan. Ja, ik heb er last van, omdat wanneer het gaat over het vrije woord, ik ben ook een strijder voor het vrije woord. Maar het vrije woord wil niet zeggen dat je elke lompe opmerking van Johan Derksen moet beschermen. Maar daar hebben wij toch ook last van? Hoe bedoel je, heb je daar last van? Nou, jij zegt dat je ook niet alles kan zeggen. Dat geldt voor ons volgens allemaal. Nou, het wordt wel steeds een groter probleem, omdat jullie op zo'n opzichtige, rare wijze soms de grens opzoeken, dat het steeds moeilijker wordt, inderdaad. Ja. En dat patroon, en daarom vind ik het grappig dat je over Aquasi ook begint. Weet je wat ik jammer vind aan jullie? En ik mag jullie heel erg, en ik kijk jullie programma altijd. En ik mag jou. Nee, oké. Okay. Maar jullie gaan dan zo ver, en dan brengen jullie het in één keer helemaal terug naar één grapje. Net als met Aquasi ging dan, het is maar één grapje.
Hè, en dat, terwijl het gaat natuurlijk over jaren van kleine beledigingen, kleine dingetjes. Wat een soort climax was dit. We hebben dezelfde thema-uitzending aangeweid. Ja, heel goed. Dat hebben jullie nu ook weer gedaan, maar nu ging het mis. En nu hebben jullie weer hetzelfde. En dan gaan jullie in dat hele kleine slachtofferschap van... oh, de hele wereld is tegen ons. En het is de cancelcultuur, het is woke, het is zelfs... dat vond ik nog mooi, dat talpa, daar ligt het aan. Ze hadden jullie moeten beschermen en zo. Dan denk je, ah, dit ligt toch gewoon ook bij jullie zelf. En dit is toch zo'n klein dingetje. Dat je op een gegeven moment, als je voor het vrije woord gaat... kun je soms ook in die zin excuses maken... zodat sommige dingen die zo ver gaan... dat het echt wel heel veel consequenties heeft. Ook voor mensen. Met de indruk, Martijn. Ja, dat zit een beetje, ja. Ja, maar dat komt ook omdat je geeft dan zo weinig... je komt niet, je wilt er niet over praten. Dat vind ik dan vervelend. Ik voel het dus niet aan jouw verwachting. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, dat is wel heel sterk. Het zit jou heel hoog, klaarblijkelijk. En ja, dat wil je ook heel erg luid uitlaten. Maar daar heb je alle reden toe. Maar ik blijf erbij. Dit is volgens mij de Friday Move en niet VI. Okay. En daarnaast zeg ik erover dat ik dat op dit moment even anders ervaar. Dat ik het verstandiger vind om... Weppe van Portugal. Martijn, dat mag Porto je speelt hij nu. Ja. Maar het feit dat het jou zo raakt... Het raakt heel veel mensen. Ja. Snap je? Maar daar kun je toch de tijd voor nemen? Nee, waarom? Het is maar een week geleden nu. We zijn er nu klaar mee, want er zitten nog andere gasten. Ja, volgens mij is dit de Friday Move. Nou, misschien dat we ook over beginnen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.